zitten. Dus zaterdag 30 november 2013. We zijn in dierenkliniek Ridderkerk hier met, ik wou zeggen met Sophie, maar dat is de dierarts. Deze is op de Molenslaanstraat aangereden geweest, zakt door zijn achterpoten. En die is met heel veel moeite allemaal, door haar nerven uit dat, de motorkap gehaald. Onder de motorkap van de Audi. Hans zegt, het zal een motorrijder zijn. Kijk even met de achterkant, anders gaat hij je bijten. Mag ik even ruiken anders? Nee, hoor. Lekker als mijn collega dan die hem eruit gevist heeft. Ja. Die zei ook, gauw met het net. Nou, ik geloof dat er nog een seconde tussen zat, want het beest was alerter dan ik dacht. Ja, ze kunnen hard lopen, ook al zijn ze gevonden, hoor. Het lijkt echt voor de kijkers. Paniek van de pijn en niet zozeer van het gewend zijn aan mensen. De kleine krijgt een roesje, want moet even de lamp erop zetten. Bibbetje, bibbetje. Eigenlijk. Ja? Kom maar even een beetje schuiven. Want je ziet het beestje ziet er wat, ik zou zeggen, muisgrijs uit, maar het is meer de rommel die uit de motorkap komt. Nee, dat Ik kijk, voor wie hem herkent op de Molenstraat in Kinderdijk. Oh, kijk, sedatie gaat al werken. De witte neus. Een beetje grijs-wit snoetje, dat kan ik nou niet goed zien. Een soort sjaaltje daar zo bij waar nek en helm vasthoudt. De witte snorharen. En wat wittig zie je onder. Het is een vrij alerte poes nog. Poes, hè? Geloof ik. Ja. Ja, poes. Geen chip zo te zien. Even een pijsje. Ik geef ook een beetje morfine pijsje erbij. Ja. Als het roesje straks uitgewerkt is, dat hij in ieder geval een... basis heeft. Ik krijg toch niet veel ademdepressie, neem ik aan. Nee, ik heb hem ook qua roesje maar een klein beetje. Oh, heel lucht. Nee, we geven, het is geen morfine, het is buprenorfine. Oké. Okay. Dat werkt heel goed pijnstillend, maar minder echt slaapverwekkend. En, Moet je mij dat ook niet te geven, dan lig ik meteen op de grond. Dan zie je hoe de boel vast zit. Rustig onderzoeken, denk ik al. Ja, bedoel, als je zelf een gebroken been hebt, is het ook niet prettig als iemand daaraan zit te trekken. Als je zelf je ziet dat die woordenkom onder de indruk is van het hoesje wat ik heb gegeven. Ja. De temperatuur is wel mooi op peil. 38. Oh, dus god, niet tegen. Dat is even de vraag of er ook nog interne schade is. Ik ben bang dat hij op dit moment aan het verbloeden is. Hij is niet bleek, had geen hele hoge hartslag. Ja, ik weet ook niet waar hij geraakt is. Nee. Dat hebben de kindertjes niet gezegd. Nee, de buik zit ook niet heel vol. Hè. Ik kan het nooit 100% uitsluiten. Pakken ze allemaal. Wat is dat? Dat is het ding van de klemkooi. Oh, dat komt zo wel. Blaasje, heb ik het idee dat ik het wel voel. Maar het kan ook een stukje darm zijn. Het kan ook, als hij natuurlijk zijn blaas heeft leeg laten lopen, dan voel je hem ook niet. Nee. Als ik hem heel duidelijk voel, weten we in ieder geval zeker dat hij niet kapot is. Ja. Dat is helaas niet het geval. Een beetje daar, een beetje klein. Als die kat zo ziet, ziet hij er best oud uit, maar qua gewichtje valt het eigenlijk nog wel mee. Mm-hmm. Ja. Hetzelfde als ons buurmeisje. Ja? Oké. Okay. Ja, die is nog in de dierarts. Okay. Is wat tante kunnen bezig. Oh. Ik sta hier echt niet. Ja, dan heb ik je ook raar stem. Ik stik zwart. Ja, maar ik ben zo doof als een kwart al dus.
hebben die doos nog volgens mij. Voel je? Dit vindt hij duidelijk niet prettig. Het zit er los, hè? Het is niet dat ik het nou voel kraken of doen. Dat voelde ik net wel iets, maar dat kan misschien die andere poot of zijn bekken zijn. In die ondervoet voel ik in ieder geval verder geen breuken. Dat vind ik niet prettig. Wel zo gevoelig, hè, geloof ik. Zo even. Even iets op je andere zij leggen. Uit de kom dan een gebroken bovenbeen, eerlijk gezegd. Ja. Dus, wat dat betreft. Je ziet ook dat zijn ene poot. Dat kraakt ook iets. De rechter. Ja, of dat zijn, het kan ook dat zijn bekken toch. Zijn linker komt wat verder naar achter dan zijn rechter. Even op die zij. Ik wil even een fotootje maken. Ik twijfel of ik ook iets in dat bekken. Het kan zijn dat dat heupje is wat je dan voelt te kraken. Iedereen had nog wat zwarte handen gekregen met het onderzoek. Want zoals je ziet, het beestje is een beetje vies geworden onder de motorkap. Maar ik vind het ook knap dat Herman op de hond eruit gekregen heeft, de kleine poes. Ja, dat is goed voor jullie. Ja, echt. Nou, is echt Herman's werk, hoor. Herman is van 2,40 voor wie de kattenmand die een ambulance niet kent. En wij 2,65, maar Herman is er eerder bij omdat hij er eerder bij was, ook op dichter in de buurt, maar hij heeft het keurig gedaan. We zullen hem missen als hij er niet meer is. Ja, hij is niet terminaal, maar hij schijnt hem weer op te houden binnenkort. Even achter Sophia. Ja, jij moet er wat langer mee, denk ik. Neem jij hem zo mee? Ja. Nel, doe die deur even open, anders. Gaat wel. Ja, kom maar. Nel, doe jij die deur even open? Ja, doe jij maar. Ja, dus mag je wel even je jas aantrekken. Ja, dat is een goedje. Een jaar het anders geweest. Ja, en ik ben er nog steeds. Dat ik het heb vermeld. Ja. Voor de kijkers, dit heeft niet aan Sophie te danken, maar aan eigen vrije wil. Dus ziet u de cameraman niet meer, dan is het mijn schuld. Hé, hey, die staat nu in een andere hoek. Hij stond in die hoek hier zo. Wat ja, dit komt al een tijdje zo. Ja. En ik heb de opname van Sven toen met een vogel. Toen stond hij daar in de achtermuur. Dus, tenminste onder de skeletjes daar. Hij gaat scannen. Dichterbij, hè?
We zitten wel allebei mooi in de kom, alles zo te zien. Genoeg, alleen, ik denk wel dat er iets kapot is in het bekken. Dus ik ga even van bovenaf een foto maken. Hier zie ik een aan de zijkant zitten ze nog. Plekje, maar je ziet wel de... Oh, je ziet iets ruimte hier, daar. Hier, ja. Zie je onder het... In ieder geval, op het eerste gezicht geen hele duidelijke grote breuken. Nee. Maar er is wel degelijk iets kapot, want ik voel het kraken. Ja. De ligamenten misschien? Nou, dat voel je in principe niet... niet zo. Niet knarsen langs elkaar. Okay, ik hou mijn snavel dicht. Dan trek ik weer even beleefd terug. Even zo, dan heb ik tenminste last van het licht hier zo bij. Ik zie nog niks. Nee, soms moet je eventjes nadenken. Ja, ik zoek nog geen. Dan ga ik het scannen. Iets kapot. Nee, kijk, dit hoort mooi naast elkaar te zitten. Je ziet wel dat de heupen zelf goed in de kom zitten. Ja. Ik ga nog een keertje even maken en dan wat rechter leggen. Maar je ziet hier dat die twee heupbotten horen op elkaar te zitten. Dat ik zie het. En dat is duidelijk kapot en ik denk dat het hier ook niet helemaal goed is. Aan de andere kant valt het me eigenlijk nog... Er zijn geen kopjes afgebroken. Nee, kijk, die heupen zijn wel goed. Dat is mogelijk. Maar hij ligt een beetje op de kant. Kijk, dit hoort naast elkaar te zijn. Dat zijn links verscholen. Nee, ik moet toch vragen of u misschien even vast kan houden. Ja hoor, welke kant moet ik staan? Als u aan deze kant een... Ja? Ik wil even de heupen echt goed gestrekt op. En hij doet ook zeer, dus hij gaat een beetje terugtrekken dat hij hem hier eventjes stabiel houdt. Zo. En even iets naar u toe trekken nog. Ja, zo. Ja, we mochten aanschrijven. Ja. Ik ga hem even links-rechts. Oké. Is ook de label zeker? Ja, nou anders doe ik gewoon dit. Nou, we leggen er gewoon iets naast toch? Kijk, dit is rechts. Zo. Straks niet in de war raak. Nee. Zit hij nog goed zo? Mm-hmm. Ik voel het stuip trekken hier. Het mooiste is dat hij niet zo... En dit vindt hij echt niet prettig. Ja? Even op zijn doekie. Ik voel hem inderdaad als het een trekker met een dekje. Dus dit was een linkerkant. Dus hier leggen ze ook niet altijd alles terug. Nou, oh, hier ligt het. Kijk. Oh, sorry Sven, hoor je het? Ik wou net wat zeggen. Ik wil het terug, maar... En zoals hier vind ik het pas. Ja.
misschien door het licht van uw camera dat hij. Je ziet het verschil in. Dat kan haast niet. Dat is licht hoor. Er is geen röntgenstraling dit. Nee, maar het is toch waar. Nou, zeg hem even uitzetten. Ja. Maar ik kan dat niet hoor. Ja. Oh, je kan wel met maar ik heb de belichting niet veranderd. Nee. Nou, en dit wordt niet opgenomen door een röntgenconus. Dat hij hier. Ja. Even kijken. Even kijken.